Zo, vandaag de benefietmarkt bij jullie hiernaast en achter het huis en bij de buren. Ja, dat klopt. Ja, ondanks het mooie weer, toch nog een goede opkomst. Ja, we hebben het denk ik goed voor elkaar. Het is een leuke markt geworden met live optredens. Heel veel standhouders die gekomen zijn. Onze gratis markt. De speelgoed, de kleding, de huishoudelijke artikelen. Die hebben we nu gratis langs het huis gezet. En mensen pakken volop. Dus leuk om te zien. Wij staan met Victoria Juwelen. Victoria Juwelen komt van origine uit België, maar is nu bezig om in Nederland bekendheid te krijgen. Ik ben Leni van Douw, ik ben consulente in Midden-Nederland geworden. Ik ben nog een beetje in mijn uppie, dus ik ben op zoek naar mensen die eventueel geïnteresseerd zijn om dit werk te gaan doen. Het is echt geen investering, je hoeft niks te investeren. Echt waar. Heel veel mensen zeggen dat ook voor andere Tupperware nu op. Mag jij het niet zeggen, maar het is wel zo. Dat je niet hoeft te investeren, maar het is wel zo. Hier is geen investering bij nodig. En ja, leuke presentaties thuis geven. Met alle juwelen. Koffers mee. Dames, buren, vriendinnen, familie bij elkaar. Gezellige avond. En hartstikke leuk geld verdienen. Dus. En vandaag ondersteunen jullie hier wij het goede doel. Het doel vandaag, dat hebben we, ja, natuurlijk in de prijs van het stand betalen en een extra donatie natuurlijk en met een loterij. Dus kom hierheen, kom gezellig even kijken, want het is hartstikke leuk, het is mooi weer. Hey, ja. Hadden we niet verwacht, maar dat is het dus wel. En ja, kom gewoon even kijken wat iedereen heeft staan. Het is hartstikke leuk hier. Ja, en het is hartstikke gezellig. Nou, hey, zeker weten. En zeker met al die dames die hier gezellig zitten te... Hè? Nee, gewoon lekker komen. We zeggen voor degenen die het vandaag hebben moeten missen, kom volgend jaar. Ja? Precies. Toch? Staan wij er ook weer. Ja. Daarom. Oké. Okay. Tot dan. Joep. When I'm here in talk. Ooh, my mind gets blocked. Girl, speak up, cause my jar is blocked, which is good. Good for me, girl. It hurt like a warning sign. I'm too blind to see. Speak up, yes, I'm coming down with a ice cold fever. Ice cold fever. Ice cold fever. Still got my hands, they're clinging. So I just keep going. I don't know where I belong. Could I belong to you? No, I don't know where I belong. Could I belong? Girl, 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 get it while it's hot, they say. You see, I'm burning up here. I want to, but I just can't stop, and it hurts. Hurts like hell, girl. You turn me inside out and upside down. You got me head over heels. I'm stuck, yes, I'm coming down with an ice cold fever. Ice cold fever. Ice cold fever. Hoi, ik ben Marlijn en jullie kunnen me vinden op Marlijn's Music op Facebook. En ik woon in Doetinchem. Verder het adres ook zeggen. En dat is m.c.faber@hotmail.nl. Prima. Ja. Hoe zijn jullie op het idee gekomen?
Nou, ik ben een inrolpunt in Zeerenberg. Ik ben open dinsdag, woensdag en donderdag van 1 tot 6 uur. Tot 5 uur, laat ik het zo houden. Nou ja, gewoon dat er heel veel mensen artikelen nodig hadden en dat ze aan volop aan het vragen waren van nou, kringlopen worden tegenwoordig al duur. En nou, goed, in eerste instantie ben ik kleding in gaan zamelen en langzamerhand in de loop van de jaren ben ik groter geworden en neem ik huishoudelijke artikelen aan, speelgoedartikelen. En doe ik wat voedselpakketten. Ik heb mijn I Love the Gambia site, daar doe ik de zomerkleding naartoe. Nou ja, goed, een heel leuk groot project. En nu leek het me leuk om een markt te organiseren voor de mensen die helemaal in een isolement zitten. En die niet meer naar buiten komen. En ja, die toch psychisch doorheen zitten om voor elke dag weer hun zorgen. Van hoe komen ze de dag door en hoe moet ik verder leven. En ik dacht met deze benefietmarkt door een loterij en de hapjes en drankje een klein bedrag te vragen. Zo wat geld bij elkaar te krijgen om dan voor minimaal 50 gezinnen een leuke buffetmarkt te organiseren. Denk aan jou geloven, ieder uur. Ik kom er wel overheen, maar ik sta gelukkig niet alleen. Waarom heb je dit gedaan? Je hebt al verloren, nu ben je alles kwijt. Een traan in die laag. Laat mij maar gaan naar mij alleen. Alleen mijn kinderen wil ik om me heen. Ik ga niet leven, dekens op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Ach, de sterren. Zag ik haar staan. Ze zei tegen mij, wist u al haar naam? Ik zei, mag ik vanavond bij u zijn? Haar ogen trouwen toen als zonneschijn. En Ursula, oh Ursula, ik mis je. Ik denk aan jou. Bij alles wat ik doe. En Ursula, oh Ursula, ik mis je. Mensen kunnen, als ik het goed begrijp, dus ook ja, gewoon spulletjes doneren voor mensen die ja, met minder inkomen. Begrijp ik dat goed? Ja, dat klopt. Ik help allerlei mensen, zowel vluchtelingen als de mensen met echtscheidingen, met schuldsaneringen. Ja, echt gezinnen die uit elkaar getrokken worden, kinderen, weeskinderen. Elk doel, dierenasiel, neem ik aan om maar te helpen. En ik vind het gewoon heel fijn dat mensen vrijblijvend hun spullen hier brengen, zodat ik het weer door kan schuiven naar andere mensen. Dus een win-win situatie. Wat in principe eigenlijk tegenwoordig steeds belangrijker wordt, dat help elkaar idee, toch? Ja, ja. Het is eigenlijk zoals het vroeger ging. Vroeger kon je ook gewoon je suiker bij de buurman vragen. En de loop van de tijd is iedereen een beetje op zichzelf en egoïstischer geworden. En ik denk juist nu, doordat de armoede weer zo erg inkomt en iedereen heeft elkaar toch wel weer nodig. En ja, hoe mooier kan het dan dit initiatief. En gewoon samen staan we sterk en samen kun je elkaar helpen en kun je elkaar ondersteunen. Waar kunnen mensen die denken, nou, ik heb er nog wat liggen waar een andere baat bij heeft. Waar kunnen mensen jou vinden en waar kunnen ze terecht om ja, dus van de spullen af te komen? Ja, ik heb dus mijn inrolpunt aan huis in Zeerenberg, Lengelseweg 72.
Ik neem eigenlijk alles in. Kleine huishoudelijke artikelen, speelgoed voor de Sinterklaas en voor de kerstpakketten, voor de verjaardagsboxen, voor de kraampakketten. Nou ja, goed, al mijn doelen dus. Kleding neem ik in, zowel kapotte kleding als goede kleding. Even kijken, speelgoed had ik gehad, kleding en kleine huishoudelijke artikelen. Grote meubelen kunnen mensen gewoon aangeven, halen we ook wel op, mits we daar ruimte voor hebben. Maar proberen we wel zo snel mogelijk door te schuiven, want anders dan ja, moet ik constant bijbouwen en wordt mijn huis ook een keer te klein natuurlijk. Nou, dan zeggen wij, iedereen die tot nu toe geholpen heeft met het weggeven van spullen, zeggen wij dan bedankt. En ik zal zeggen, nou, kom dan gewoon hierheen en help een ander. Ik vond het heel erg leuk dat jullie aanwezig waren op onze benefietmarkt. En ik hoop jullie volgend jaar ook weer te zien hier. En jij bedankt voor je inzet. Dankjewel.